allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie hebben kunnen zien op mijn kanaal heb ik al 2 video's volgens mij. Of 3? Ik weet niet meer precies. Voor mij 2 of 3 stash video's opgenomen. En omdat jullie dat zo leuk vinden en ik privé heel veel berichtjes krijg dat het leuk is. Ga ik jullie gewoon laten zien wat er op de eerste plank in mijn kast staat qua van alles en nog wat. En dan laat ik ook gelijk mijn bodyproducten zien die ik hier heb staan. Dus bodybutters en dergelijke dingetjes. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. En het is behoorlijk veel. Zoals jullie kunnen zien is dit de eerste plank. En daarboven heb ik mijn bodyproducten staan. Dus ik ga jullie dit allemaal langzamerhand 1 voor 1 laten zien. En er wat dingetjes bij vertellen, of course. Laat ik beginnen bij helemaal achteraan. En dan werk ik van achter naar voren. Ik heb hier allereerst mijn droogshampoo staan. Die ik nu niet gebruik hoor. Maar wel degene die open is. Van Batiste. De blush. Die kent iedereen. Dus de meest verkochte geur van Batiste droogshampoos. En ik vind hem nu, by the way, echt wel heel fijn werken. Dus ja, ik weet niet. Ik kan hem best wel aanraden om hem gewoon een keer te proberen en kijken wat je ervan vindt. Dan heb ik hier een mousse staan die nu open is. De André Long krulmousse. Perfecte krulmousse. Die gebruik ik heel graag hoor. Niet heel vaak. Maar hij is wel open en best wel wat uit. Dus heel fijn spul. Dan heb ik hier een nieuwe haarlak staan. Want deze haarlak die hier staat is echt bijna op. Gewoon nog 1 of 2 keer gebruiken is die leeg. Dus ik heb alvast een nieuwe hier staan. En ik gooi net natuurlijk dit weer om. Pak dat zo wel even. Dus dat. Dan heb ik hiervoor een anti-klitspray staan die open is. Van Kruidvat anti-klitspray. Het is gewoon basic anti-klitspray die ik heel prettig vind. En ik gebruik hem gewoon na het douchen als ik mijn haar al heb geborsteld. Gewoon omdat het lekker ruikt. Maar het is wel heel prettig om te gebruiken. Dan heb ik hier poeder staan van André Lond volumepoeder. En ik vind hem niet heel top werken, moet ik zeggen hoor. Het valt me een beetje tegen hoeveel volume ik ervan krijg. En zoals je kan zien, ik heb hem nog maar 1 keer gebruikt. Hij zat volgens mij zo vol. Dus ik heb best wel wat gebruikt. Maar ja, het is misschien net niet voor mij weggelegd. Voor mijn haartype. Maar goed, ik ga hem wel gewoon opmaken hoor uiteindelijk. Maar het duurt wel even, denk ik. Dan heb ik mijn olie van Ghoul. Rijke voedingolie. Die heb ik op aanraden van mijn vader gekocht. Mijn vader heeft natuurlijk ook krullen gehad vroeger. Daar heb ik mijn haar ook vandaan. En ook heel pluizig haar gehad. En deze gebruikte mijn vader vroeger altijd voor zijn haar. Dus heb ik hem toen van mijn vader gekregen. Omdat mijn olie op was. En ik wist niet zo goed welke olie ik moest gebruiken. Dus heel fijn. Dan heb ik hier styling spray, Kruidvat. Dit is heat protecting spray. Deze is open. Ik gebruik hem niet heel vaak. Maar als ik hem gebruik is hij heel prettig. Ook met dit spraytje wat erop zit is het heel mooi. Net als een kapperspray kan je het gewoon heel mooi verdelen over je haren. Dan heb ik hier mijn buikbalsem staan van de Kruidvat. Dat kent iedereen gehyped nog wel. Van echt 1 jaar of bijna 2 jaar inmiddels geleden. Gebruikte ik dit tijdens mijn zwangerschap altijd al. En ik gebruik het nu eigenlijk de laatste maanden al niet meer. Het is nog wel goed hoor, daar niet van. Maar ja, ik gebruik het echt bijna niet meer. Dus ja, misschien dat ik het nog weer ga gebruiken hoor. Maar tegen de winter dan waarschijnlijk. Maar zo niet, dan gooi ik hem uiteindelijk weg. Maar voor nu laat ik hem nog even staan. Dan heb ik hier mijn Weleda zwangerschapsoil. En ik weet niet of ik hem er zo makkelijk uit krijg. Het is best wel moeilijk. Moeilijk flesje om eruit te krijgen. Dit is hem. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er is best wel veel uit. Het is echt nog voor 1/3, 1/4 of zo vol. En dan is hij op. Maar ook deze gebruik ik nu niet echt meer op mijn borsten. Waarom niet? Ik zweet, want het is zomer. Dus het is heel naar als je olie op je lichaam smeert en je zweet. Heel naar. Dan heb ik hier wat zonnebrandcremes staan. 3. Ik heb hier een aftersun staan. Dit is ook een aftersun trouwens. Hier staat een handgel. Ik heb hier een deo staan van mijn vriend. De X Black. Ja, die
zit echt bijna nog helemaal vol. Hij gebruikt gewoon eigenlijk geen deo hier. Er ligt ook echt gigantisch wat stof daar. Jezus. Dit is mijn deo. Die gaat wel binnenkort op. Dit is mijn haarlak, zoals ik net al liet zien. Die is echt, ik denk nog één keer gebruiken. Hooguit twee keer, maar dan is hij echt leeg. Hele fijne haarspray. En ik heb hier gewoon een flesje staan met water. Dus dat staat op deze plank. Dan heb ik hier, om te beginnen, nog mijn labello staan. Dit is dus echt zo'n typisch iets wat ik dus gebruik als ik een dag geen make-up draag, maar wel gewoon even wat op mijn lippen wil hebben. Pak ik gewoon deze labello en die doe ik gewoon op. Dan heb ik deze pot Nivea Soft hier staan. Echt heel fijn. Ik wou even kijken of ik dat... Nee, oké, wacht. We gaan dit anders doen. Ik pak even al mijn bodyproducten, leg ik op bed neer en dan film ik daar, oké? Dus ik ben zo weer terug. Oké, ik ben toch even in beeld gaan zitten, omdat ik dan wat makkelijker de bodybutters kan laten zien welke ik heb. En dan kan ik ook even de binnenkant laten zien. Ik was met Nivea Soft aan de gang. En dit is een bodycreme die ik momenteel gebruik. Heel vaak gebruik en heel veel van gebruik. Omdat dit gewoon een hele zachte crème is. En echt, voor mij jaren geleden was ik hier al fan van. Dus ik gebruik het echt gewoon nog steeds. Echt, I love it. Echt mijn baby. Ik ben hier heel fan van. Dus die. Dan heb ik hier een bodycreme. Die is net nieuw eigenlijk. Van de Action. Watermeloencreme. En die is nog niet heel veel gebruikt. Er is wel wat uit hoor. Maar dit is echt een creamy product ook weer. Net als Nivea Soft. Alleen wat dikker. En ik vind het op zich wel een fijne crème. Alleen je moet heel, heel, heel lang wrijven voordat het goed is ingetrokken. Maar dat is op zich niet heel erg. Dus deze heb ik ook. Dan heb ik deze van de Body Shop. De Fall for Pumpkin. Die heb ik toen echt 3 of 4 jaar geleden van mijn moeder gekregen. Omdat mijn moeder deze dus niet ging gebruiken. En ik wel. Hij ruikt ook echt heerlijk. En ik gebruik hem ook heel veel zoals je kan zien. Er zit ook al een hele grote pan in. Dus verbaas je niet als die dit jaar nog op is. Maar zou ik heel jammer vinden. Maar hij ruikt zo lekker. Dan heb ik hier de enigste body lotion die ik heb. Limited Love heet die van Action. En deze ruikt lekker en smeert lekker. En ik heb hem alleen even voor te proberen een beetje op mijn arm gedaan. Maar hij is zo lekker. En helemaal nu je weer tegen de zomer gaat, is dit echt een aanrader. Voor mij hebben ze hem nu ook in de Action. Dus als je hem wil proberen of wil hebben, echt toppie. Dan heb ik hier een nieuwe body butter. Die heb ik gisteren binnengekregen. Dit is de Shea Body Butter. En die is nog helemaal nieuw. Niet aangeraakt, niks. Ruikt super lekker. Heel lekker zoetjes, maar ook wel weer heerlijk gewoon. Dus ik hou daarvan. En deze heb ik net binnengekregen. De Satsuma Mini Body Butter. Dus die ziet er zo uit. Dus... ik weet niet zo goed wat ik van de geur moet vinden. Ik vind hem denk ik niet heel lekker. Maar ik ga hem wel gewoon heel snel opmaken. Dus heel veel mensen vinden Satsuma echt lekker van de Body Shop. Maar ik vind hem echt niet... de body butter in elk geval niet lekker. Ik weet natuurlijk niet wat ik van de douchegel ga vinden. Want ik heb ook zo'n mini douchegel gekregen. Weet ik natuurlijk niet. Maar ja, dat. Ja, dan ga ik zo ook maar de video afsluiten, denk ik. Want dit was de video alweer, jongens. Gaat echt snel. Dit was de video gewoon alweer. Ja. Dat is alles wat er dus in mijn kledingkast op 2 planken staat verdeeld. Qua beautyproducten. Ik denk dat... ja, ik weet niet wat ik de volgende keer op ga nemen. Ja, ik denk dat het de parfum stash video wordt. Want daar wordt zoveel naar gevraagd. Het mag ook wel. Ik heb echt een mega parfum stash. En het is gewoon overwhelming hoeveel parfums ik heb. Dus misschien dat ik daar langzamerhand een video van ga opnemen en alles. Let niet op mijn BH, die hong daar. Heel goed, gespot. Helemaal mooi. Maar goed, in elk geval dat. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!